Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe is die grootste suiwelkampioenskappe in Afrika vanjaar met meer as 880 producte ingeskryf deur 76 vervaardigers. Is dit eintlik baie goeie nuus vir die suiwelbedryf wat tans gebuk gaan onder die droogtes en gekonfronteer word met die knellende ekonomie. So ons is baie opgewonde oor die hoeveelheid inskrywings, maar ook vooral oor die hoeveelheid nuwe produkte wat vanjaar ingeskryf is. Wat dui op produkontwikkeling en innovasie binne in die bedryf. Vanjaar is ook die 186ste keer dat Agri Expo hierdie kampioenskappe aanbied. Begin in 1834 waar daar net 2 produkte beoordeel is tot by hierdie grootte waar ons vandag met meer as 70 beoordelaars hierso by mekaar is om hierdie kampioenskappe te beoordeel. Het is vir ons belangrik dat die vervaardigers betrokke raak en betrokke bly by hierdie kampioenskappe, want het gaan oor innovasie, werkskepping en dan vooral ook natuurlik die hele agriproseseringsbedryf binnen in die landbou. Van kaas soos hierdie wat een typische Hollandse boerenkaas stijl kaas is. Je kan sien dit is een redelijke groot kaas. So om een monster te kry vir een kaas soos dit vir evaluatie, gebruik ons kaasboor soos hierdie, een tamelijke grootte. En die aksie is maar net iets soos dit, jy druk dit in tot aan die einde, draai dit en dan trek die, ons noem dit een boorsel. Ons trek hier die boorsel uit. Die eerste ding wat jy sal doen, is natuurlijk kyk na die tekstuur, hoeveel gaten, opening aan die kaas is, en dan daarna sal jy die ruik, en natuurlijk dan onder jou neus bring, net vir een baie vinnige reek, want ons reekorgane of senuwees raak maar baie vinnig moeg. En dan sal een mens die boorsel uithaal. Ons kyk dan na die achterkant van die boorsel om. En miskien kan jy sien, dit is tamelijk vetterig hier. En dit geef jy een goeie indikasie van die tekstuur van die kaas. As hier nie een vetterige laagie was nie, dan sal ons onmiddellik geweet dat hierdie is een baie droge kaas. En sal baie makkelijk krummel. Een ander toets wat ons kyk na die tekstuur van die kaas, is om die boorsel so te buig. En precies soos hierdie nou gemaakt het, as jy op een sekere stadium kom, dan begin te breken. En dit geef ons dan een goeie indikasie van die soepelheid van die tekstuur. Hierdie type kaas, Hollandse boerenkaas, is wat ons noem soepel type kaas, so dit is nie soos een cheddar wat een tamelijk harde kaas is en wat makkelijk breek. Hierdie ene breek stadiger. En natuurlijk dan die laaste ding om te doen is om een portie tussen jou vinger en duim te druk en hiermee bepaal ons maar net weer die stevigheid van die tekstuur, wat baie belangrijk is. Want tekstuur is een gedeelte van die kwaliteit component. En dan natuurlijk die laaste ding wat ons doen met ons sintuie, is om dit in jou mond te plaas en om dit te proe. En dan sal daar syne van jou neus, van die senuwees in jou neus en die senuwees in jou vingers en die smaakpapille op jou tong, sal daar een opinie gevorm word van hierdie kaas, wat na jou brein gestuur word, bijvoorbeeld wat sê, baie lekker, iets wat sout, maar een wonderlijke lang smaak en wat die beoordelaar moet doen is hy moet nou daar die indrukke wat hy gekry het van die kaas moet hy omskep in een numerische nommer, want ons werk met een puntekaart en dit is baie belangrik dat beoordelaars leer om die indruk wat hulle gekry het van die kaas om dit correct om te sit in een numerische nommer.